Ik zat vast. Ik zat vast tegen dat ding. Ah! Ik had moeten switchen van wapen. Oké, dat was niet zo handig. Pak even drinken. Dat was niet zoals gepland. Wat een kutzooi. Let's go! Alsjeblieft, laat er een paar leven. Ik hoop dat hij de laatste is. Dan ga ik even snel natuurlijk naar het. Waarom moet ik het altijd weer verpesten? Ik ben zo dom, hè. Ik ben zo slecht in dit. Ja, als leden, als je vast zit, ja, dan moet je snel reageren. Ik deed helemaal niks, dus ik heb het eigenlijk voor mezelf vernaaid. Ruitje lag daar beneden, die pak ik dadelijk wel. Dan kom ik sowieso langs. Ik hoop dat jij onze laatste maat bent. Dan zie ik jou niet af. Oppas dat daar geen twee keer slaat. Oh, er spannen er nog een paar, of niet? Ik kan het niet eens zien. Ik ga gewoon snel mogelijk naar Jugna toe. Ja, het zat eraan te komen dat ik dit zou verpesten. Weet je wat? Ik kom even terug op het feit dat ik tot wave 30 wil gaan. Ik denk wave 4. Want dan kan hij mezelf 14, dus dat kan nooit. 30 zie ik ook niet meer gebeuren. Nou, kijk wat hierin zit. Nou, laat maar zien. Als jullie geven, dan is goed. Als je nou eens even opflikkert. Waar is het? Quick revive? Oh nee, deadshot. Ja, beter auto-aim op een hoofd volgens mij. En hipfire shit. Het kan ermee door, zou ik zo zeggen. Het is niet echt wat ik graag had gehad. Maar ja, ik heb niet heel veel te willen. Aangezien ik het zelf verpest heb voor mezelf. En ik moet eigenlijk de andere kant op. Ik pak even die drone. Zet even op. Sorry, Mitre. Even snel die drone weer halen. Ik heb genoeg punten om dit ding te pack-a-punchen. Ik weet niet wat slimmer is, dit ding pack-a-punchen of speed cola. Ik denk dit ding pack-a-punchen, aangezien de speed cola bij mijn raid train spot staat. Dus ik denk dat we daar gaan doen. Well, I'll be damned. This German ja, was ik heb gewoon zin om dit ding te pack-a-punchen. Is gewoon awesome. Dus dat gaan we eventjes doen. Hé, hey, dat vliegtuig, daar moest je erop schieten of zoiets. Volgens mij moest je erop schieten, daar kon ik me iets van herinneren. Ik weet het allemaal niet meer precies. Ja. Daar heb ik al heel weinig punten over, maar ja. Het ziet er gewoon awesome uit, jongens. Het moet toch. Kijk dan, dit wil je toch hebben. En zo is dat. Dus dan gaan we ook gewoon kopen. We gaan nou weer richting onze Rape Train spot. Komen we langs, even kijken, waar zit hierin? Nou, de money kunnen we wel gebruiken. Hier, wat zit hierin? Oh, een nieuwe vriend. Oh, serieus? Oh, shit. Dankjewel voor de tip, man. Robots approaching. Daar heb je helemaal gelijk, want dan komen ze aan. Nou, hier ga ik eventjes Ruitschiet pakken. Dan zet ik daar ook mijn laatste claimer neer. En dan is er niks gebeurd. Behalve dat ik geen slide of hand heb. Oh, nou, die laatste is er dan. Geen slide of hand heb. En ik heb geen quick revive meer. En ik ben al mijn punten kwijt. Maar voor de rest is het goed gegaan. Ik weet niet waarom ik dit ding hier neerzet. Vraag me niet. Ik ga even wachten. Let's get this started. Kaboom. Oké. What the fuck? Was er nou nog, dan was er al een nieuwe wave begonnen, of ben ik nou gek? Oké. Nou snap ik er niks meer van. Ik dacht net al dat het ding knippen. Die bewaren wel lullig. En hier, nou zijn ze maar kapot maken. Daar heb ik eigenlijk schijt aan. Ik ga daar niet heen. Als je dan gaat rennen, ga je juist dood. Als je op dit soort momenten juist daar naartoe gaat. Dat ding zetten we straks wel gewoon weer aan, dan is er niks gebeurd. Oeh, yep. Ik heb ook monkey mobs nodig. Dat kan mij enorm redden, zo nu en dan. Ja, dit is op zich wel fijn. Dit is een licht wapen. Je kunt lekker mee rennen. Het heeft best veel kogeltjes. Dat was ook niet echt slim. Ik moet echt oppassen dat ik weer niet ergens tegenaan loop. Want dat was net. Ik liep tegen dat ding aan. Deze blauwe koker of whatever. Die heeft mij genaaid. Oké, we zijn er eentje kwijt. Als het goed is, gaan ze dan naar de volgende. Hopelijk komen ze dan inderdaad naar mij toe of zo. Dat zou het beste zijn, want dan kan ik ze afknallen. Want als ze nou naar een andere gaan, dan gaan ze weer eentje kapot maken. Weer eentje, totdat ze bij mij komen. Want ik ga er niet naartoe. Zo ben ik dan ook weer niet. Dan denk ik van, stik maar met al je rommel. Oh shit. Dit ding weegt traag. Misschien moet ik gewoon... Hey, zag ik er nou? Oh, hallo vrienden. Boom. Ga je er ook dood? Nee? Oké, dan niet. Sterf nou gewoon, is goed zo. Krijgen we tenminste dat van, dat is leuk. Hier een dingetje neer. Nog een dingetje neer. Ik wacht heel even tot de nieuwe wave begint. Krijg ik weer claimers. En dan zet ik die weer neer. En dan krijg ik weer claimers uit dat ding. En dan zet ik die weer neer.
staat het hier helemaal vol. Ja, ja die zet ik niet neer, die bewaar ik eventjes. Hallo! Die komen echt dichtbij, joh. Dat is echt sick. Oké. Ah, had die claimer al af laten gaan, dat is jammer. Je moet eigenlijk weten, eigenlijk moet je kunnen zien hoe ver jouw ruitje kapot is. Dat er gewoon een balkje bij zat. Dus je kan zien hoeveel damage je kan hebben. En weer nieuwe ammo. Normaal gezien krijg je dat nooit, en dan krijg ik dat iedere keer. Ah, ik vind dat iedere keer vind ik toch wel leuk hoor, dat gaat niet om. Het valt op. Zo, het is pas net het begin van de wave, dus het wordt nog druk. Druk en gezellig. Ik wil gewoon mijn laatste record eigenlijk breken, ook al ben ik net al afgegaan. Ik had toen geen quick revive, dacht ik. Dus in principe kan het eigenlijk al niet, want ik ben al gefaald. Maar, whatever. Je moet gewoon constant je concentratie erbij houden bij zombie mode. En ja, soms dan gaat dat niet. Dat is een beetje een probleem. We hebben al bijna 100.000 punten. Dat is netjes. Lekker op werk. Oh, wacht. Zet de claims neer. Ik krijg gelijk nieuwe, zoals je ziet. Ik had dat ding aan kunnen zetten. Oh, wacht. We doen allemaal moeilijk, maar ik heb hier natuurlijk altijd nog een quick revive die ik wil hebben. Let's go! Ik denk dat dadelijk weer die grote vriend eraan komt. Helaas. Goed, maar hoor ik hem. Ups. Niet gezellig. Sterf! Oh shit. Moet ook oppassen waar ik heen loop. Holy shit, dat is ergste, hè. Die kleintjes die bemoeien zich ermee. Als je nou even allemaal oprolt op zo'n moment, dan is er helemaal niks aan de hand. Als ik tegenaan loop, ben ik gewoon screwed, weet je. Oh, wacht. Ik heb geen PD-floppen meer. Oh, dat was handig, man, die PD-floppen. Ik denk dat je gewoon in zijn kop moet schieten en niet mieten. Oh shit, hij is fucking snel. Wat? Nee! What the fuck? Nee! Wave 17! Wow, hoe ging ik ineens zo snel dood? Nee! Fucking hell, jongens! Oh, dat meen je, man. Oh, dat meen ik. Ik had er zoveel meer van verwacht. Waarom ga ik nou bij wave 17 af? Shit, waar is mijn leaderboard? Ik ga even kijken. Nee, dit was hem. Wat had ik de vorige keer? Oh, 17. Nog niet eens 20. Ja, ineens was ik dood, joh. Ik zat allemaal lekker te sprayen, maar ik moet zo voor me kijken. Want ze komen ook voor me. En hij wil niet eens laden. Die 26. En dat is de eerste keer dat ik echt een beetje door had hoe het werkte. Fuck. En jongens, sorry, hier zie je ook 1 down. Toen had ik dus geen quick revive. En die boven mij 4 downs. Je hebt dus iedere keer een quick revive gehad of zo. Ik had maar 1 down. En ja, dit is jammer, jongens. Sorry voor zo'n korte zombie mode. Maar ja, het is wel voor mij ook weer even oefenen. Ik moet ook weer inkomen. En waarschijnlijk dat ik de volgende keer een iets makkelijker map doe. Waarschijnlijk van Black Ops 1. Want heel veel mensen willen dat ik daar dat theater doe. En daarbij heb ik toen een keertje boven de 60 gehaald. Die map vind ik enorm makkelijk om te spelen. Dus waarschijnlijk dat ik die eerst even doe. En dan alles even opbouwen. Want dit is wel een van de meest ingewikkelde mappen qua gewoon bullshit en irritante reptrain spots vind ik zelf dan. Dat is maar mijn mening. Dus ik ga denk ik eerst even die andere mappen spelen. De makkelijker om weer op te bouwen. En zodat ik weer een beetje zombies kan. Want ik vind het jammer, jongens, voor dat ik in 17 al dood ben. Maar hopelijk als ik dan deze map weer speel, dat ik dan alles ook even uitgezocht heb. Hoe het werkt qua easter egg en heel de zooi. Want ik had gehoord dat je easter egg ook alleen kon doen hier. In ieder geval sowieso met z'n tweeën. Alleen had ik ook gehoord. Dus dat weet ik niet zeker. Maar met z'n tweeën kan in ieder geval. Dus misschien dat wil ik heel lang al doen. Maar komt steeds niet van. Maar in ieder geval hoop ik toch dat jullie deze episodes allemaal leuk vonden. Ik weet niet hoeveel episodes het totaal is geworden. Maar in ieder geval, als jullie ze leuk vonden, laat even een like achter. Ik ga gewoon proberen binnenkort weer wat nieuwe zombies of jullie te recorden. Ik ga nou niet iedere week bijvoorbeeld zombies doen. Maar gewoon de ene keer een zombie projectje, zeg maar. Gewoon een playthrough. Dan een paar weken misschien niet. En dan start ik weer een nieuwe. Dat is in ieder geval het idee. Ik weet niet of dat ook de realiteit wordt. In ieder geval, als jullie het dus leuk vonden, laat een like achter op elke video die jullie gezien hebben. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.